Een zwarte kist, een rouwstoet dwars door de stad en de aanwezigheid van Toet Theater Minnend Nederland. De oude kraai, Johnny Kraaikamp, is niet meer. Het was zijn laatste wens dat het publiek in het Amsterdamse De La Mar Theater afscheid van hem kon nemen. En dat gebeurde vanmiddag onder massale belangstelling. Amsterdam neemt afscheid van een beroemde zoon. En zoals het hoort met een beroemde zoon, gebeurt dat met een laatste tocht over de grachten. De kist met het lichaam van Kraaikamp wordt vanochtend achter het De La Mar Theater in het centrum van de hoofdstad afgezet. En dan gaat het verder naar de voorkant van het De La Mar, waar vanmiddag een afscheidsprogramma voor vrienden en collega's om de overleden acteur is heengebouwd. Terwijl de kist naar binnen gaat, staan buiten tientallen fans die gekomen zijn om in de ochtend afscheid te nemen van hun Johnny. Nu zijn er meer mensen grappig in Nederland. Wat maakte hem extra interessant of grappig? Je hoefde maar naar hem te kijken, die lachende ogen. En dan zag je al gelijk, was ja, geweldig, die uitstraling die hij had. Dat was het ook een beetje. Rijk was de aangever en hij deed echt de grappige dingen. Zo. Dat was ja, grandioos. Maar weet je wie wel is gekomen? Frans Segaal! Ja, Johnny en Rijk. Jarenlang hebben Kraaikamp en De Gooier een schatkamer aan sketches en optredens opgebouwd. Met de rolverdeling van komische aangever en afmaker. Zoals in dit fragment, waarin de Franse zangeres Frans Segaal door Kraaikamp in nep-Frans wordt toegesproken. John, jij spreekt zo goed Frans. Wil jij haar uitleggen dat wij het in het Hollands gezongen hebben? Dat wij daar een grammofoonplaat hebben gemaakt van Charlemagne? Ja. Hé? Oui, Mademoiselle Frans Segaal, c'est parti, mais que c'était un rêve, mais que c'était ma tante, elle dit c'est un rêve. C'est petit, on est cassant, on est mis cassant, on est mis cassant, en exclusion, c'est des piquoirs. C'est un truc de culture, c'est pas un truc sera, un département, un directeur des piquoirs. La supprimée sans le cœur se pondre des poils à l'envers. Notre du pire, on se lit, pas l'air. Centrale du Mouvoir, passe un contrat, je consente, disent qu'on a porté mon calaraisant. Alsjeblieft. Ook in de rij vanochtend staat René Riva, een Amsterdamse zanger die Kraaikamp op een gala nog eens heeft toegezongen. Johnny vindt Riva was uniek. Wordt hier een groot Amsterdammer weggebracht? Ja, dat kun je wel stellen. Ja. En ik denk ook dat we ons heel bewust moeten zijn van het feit dat we hier ook zulke kanjers hebben gehad, zulke geweldige mensen. En dat we misschien moeten proberen dit soort mensen bijvoorbeeld eens voorrang te geven in Madame Tussauds. In plaats van Britney Spears? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waarom was hij zo goed? Ik denk timing is natuurlijk één ding, maar hij heeft natuurlijk ook iets meegekregen gewoon in zijn hele persoonlijkheid, zijn lach, zijn gezicht. Ja, dat, je moet ook natuurlijk een beetje geluk hebben dat je zoiets meekrijgt. Ik geloof dat het vliegtuig al geland is en we zullen kijken of we met zijn excellentie een paar woorden kunnen wisselen. Publicitator, mogen wij u een paar vragen stellen. Wat is het doel van uw komst naar Nederland? Vrede, vriendschap en verdraagzaamheid. Een stuk wat ik ook met hem gedaan heb, de humorist. Dit was al een gek verhaal. Dat hij speelde de humorist, dat is een stuk van John Osborne. En dat is een vanea, dat is iemand die het niet meer kan. En dat pikte het publiek niet. Dus hij moest opkomen en een slechte grap vertellen. Toen had het publiek iets van, goh, Kraaikamp is niet leuk meer. En gedurende de voorstelling is hij die teksten gaan veranderen. Want ze moesten omlachen. Dat was een foute keuze van mij. John van der Rest, toneel- en tv-regisseur, heeft jarenlang met Kraaikamp gewerkt. Onder meer in de gevangeniscomedieserie Laat Me Zitten, die tussen 1988 en 1992 werd uitgezonden. Die man die heeft zo'n humor en is zo intelligent, is zo verneukeratief ook tegenover zijn collega's. Want dan door zijn rol heen blijft hij kijken naar de persoon
die zijn tegenspeler is. Dus hij zit gewoon iemand te bekijken en denkt, nou, die krijg ik nog wel. Waardoor het heel spannend is. Hij speelde met de camera en hij trok een goed acteur. Behandelt een camera als een persoon. En dat inspireert de cameraman weer. Waardoor je dus een heel intiem contact krijgt. En hij beheerste dat. Hij wist dat wat hij deed werd vastgelegd door een camera. En dat deed hij fantastisch. Hij wist dat. Hij hield van de camera. En achter die camera zit het publiek. Dat wist hij ook. De fans hebben hun laatste moment met Johnny en gaan weer naar huis met hun herinneringen. Zanger René Riva laat een boodschap achter in het condoliancenregister. Wat heeft u opgeschreven nou? Het is toch iets anders geworden dan ik in eerste instantie had gedacht. Ik heb toch meer gerefereerd aan de persoonlijke momenten die ik met hem heb mogen beleven. De keer dat ik voor hem O Mooie Westse Toren mocht zingen. Een lied waar hij heel erg van hield, als grote vriend van Willy Alberti. En ik heb er natuurlijk ook wel in vermeld dat Nederland een heel groot acteur zal gaan missen. Maar dat is iets, daar kun je gewoon niet omheen.